De voedselbank in Veghel werd donderdagochtend verrast met een mooi cadeau. De SP heeft rond de kerstdagen namelijk een collecte gehouden en de opbrengst daarvan werd nu aan de voedselbank overhandigd. De opbrengst was helaas wat minder dan in andere jaren. Dat kan natuurlijk aan de crisis liggen en aan het slechte weer toen we er stonden. Maar we kregen dit jaar toch ook wel opvallend veel opmerkingen als uh, dat is je eigen schuld als je van de voedselbank afhankelijk bent. En daar zijn we wel van geschrokken. Volgens de SP hebben de mensen die de voedselbank nodig hebben, dit niet altijd aan henzelf te danken. Mensen moeten echt beseffen dat uh, niet iedereen geluk heeft in het leven. Het kan ook wel eens tegenzitten. En juist voor die periodes is het heel belangrijk dat er een voedselbank is. Want het is echt het allerlaatste vangnet wat we hebben. Om de enigszins teleurstellende opbrengst een beetje op te krikken, heeft de SP het potje aangevuld. SP is in enkele jaren 10% in ledenaantal gegroeid. En omdat nu de opbrengst wat tegenviel, hebben wij gezegd van weet je wat we doen? Als SP betonen wij ook verder nog onze betrokkenheid door voor elk lid ook nog 1 euro af te dragen aan de Voedselbank voor de collecte. En we hebben dus 110 euro extra aan de Voedselbank gegeven. De gift werd enthousiast ontvangen en voor het geld is al een bestemming bedacht. Maar er wordt met name van zo'n bedrag rijst of macaroni gekocht. Dat zijn producten die we niet zo vaak krijgen. En dat geeft dan toch weer een extra aanvulling op het pakket. Samen met allerlei andere producten kunnen mensen die het financieel wat moeilijker hebben. een pakket samenstellen. Net als de SP denkt ook Jan Jansen dat deze mensen hier niet zelf voor gekozen hebben. Ze hebben het beslist niet aan zichzelf te danken. Zo'n opmerking hoor je natuurlijk wel eens een keer. Maar het is gewoon zo. Uh, soms heb je een situatie in het leven en dan val je tussen wal en skip en dan kom je in een neerwaartse spiraal. En uh, ik denk dat we met z'n allen samen die mensen moeten helpen. En het is uh, beslist niet hun eigen schuld. Om deze mensen nog beter te helpen, werkt de voedselbank sinds kort samen met Optimist. Mensen die, die mij benaderen om gebruik te mogen maken van de voedselbank, die verwijzen naar het minimaloket. loket Daar wordt uh, alles in kaart gebracht, de problemen, de financiële situatie, en er wordt gekeken als mensen daadwerkelijk recht hebben op een pakket, worden ze naar ons doorverwezen. Daarnaast uh, gaat de optimist aan de slag met de problemen, en uh, het streven is dat er een structurele oplossing komt. Dus ze krijgen tijdelijk een toewijzing voor een pakket. Is op de einddatum het probleem nog niet opgelost of helemaal uh, of er wordt nog aan gewerkt, dan kunnen ze een verlenging aanvragen, maar de bedoeling is dat mensen zelf de draad weer oppakken.